De geheime lading drugs werd al in mei op het vliegveld ontdekt, maar het is nu pas bekendgemaakt. We spreken over een partij van 321 kilo die op 24 mei is onderschept op Schiphol. De drugs zaten in een vrachtvliegtuig. De geheime lading was verstopt tussen allemaal bloemen en is wel 16 miljoen euro waard. Het gaat om cocaïne. Dat is een wit poeder dat heel verslavend is. De lading komt uit Zuid-Amerika, uit het land Ecuador. Vanuit daar worden wel vaker verboden drugs naar Nederland gebracht. Maar meestal gebeurt dat via schepen. Dit jaar werd er in Nederlandse havens al meer dan 21.000 kilo gevonden. Op het vliegveld een stuk minder. Daar werd tot nu toe 800 kilo gevonden. Dat er zo'n grote lading met een vliegtuig naar Nederland komt, gebeurt bijna nooit. Want op het vliegveld zijn strenge controles. Dat het lukte om deze lading binnen te smokkelen, komt doordat er mensen die op Schiphol werken stiekem meehielpen. Nou, we spreken wel van een vrij groot onderzoek. Zeker omdat er 10 medewerkers van een bedrijf op Schiphol betrokken zijn. Bij mogelijk de invoer van verdovende middelen en ook bij witwassen van crimineel verkregen geld. Wat zij precies hebben gedaan, dat is niet bekendgemaakt. De politie vertelde wel dat ze allemaal een pasje hadden waarmee je op verschillende plekken kunt komen op het vliegveld. De politie ontdekte de drugs na een tip. Door het afluisteren van bijvoorbeeld telefoons kwamen ze nog meer dingen tegen. We hebben de afgelopen weken 7 aanhoudingen verricht. Diverse doorzoekingen gedaan in woningen. Daarbij is onder meer geld gevonden, dure merkartikelen, tassen. Ook in een auto hebben we een verborgen ruimte aangetroffen. Daar doen we verder onderzoek naar. De politie is nog hard bezig met het onderzoek en zegt dat ze nog meer mensen gaan oppakken.